Goedendag allemaal. We zijn hier voor de Belgische trekpaarden in Nevelen. Dus de mensen van de frietroom verwachten jullie aanwezigheid voor een pakje lekkere frietjes. Dit was het nummer 9, Uniek van Isla. Blauwe schimmel, geboren van 19 juni 2020, eindeloos. Van deze paardenkeuring in Oost-Vlaams kampioenschap. Op de vijfde plaats hebben we het nummer 9, Uniek van Wissenhem. En op de zesde plaats hebben we het nummer 7, Femke van de Bunder. In die volgorde mogen de paarden zich aanbieden in de ring en hun toertje doen en dat presenteren. Meneer Cornelis wordt gevraagd aan de ring voor het afgeven van de eerste plaats. Eerst aan de winnaar. Een gezamenlijke beslissing. Een beslissing waartegen niet kan gepresenteerd worden. Punt nummer 11. Irma van de Boerhoeve van de heer Inschoot. Proficiat aan de winnaar. En misschien een klein applausje voor de winnaar. Ondertussen mag ook het nummer 19 zich aanbieden, met name Bonita van Strijdhem van Vlaams-Brabant. Het nummer 19 mag zich klaar houden. Op de tweede plaats het nummer 19, op de derde plaats het nummer 14, op de vierde plaats het nummer 16, op de vijfde plaats het nummer 18 en op de zesde plaats het nummer 15. In die volgorde mogen zij zich opstellen. Marjan van Rinkum van de stal van Roestaan. We gaan nu verder met de derde reeks. Hengsten, Maris van 1 jaar, geboren in 2020. En dat mag zich aanbieden, het nummer 20.
Noor van Ruppelmonde. Het nummer 21, Lotte van het Monnikenhof. Het nummer 22, Rustie van Vijf. Het nummer 25, Febe van den Bunder. Schepen van Onderwijs. De heer Van Nevel, voorzitter. En nu het kampioenschap doen, reeks 2. In de ring, maar overkomen. Het nummer 21, Lotte van het Monnikenhof. Het nummer 21. Die drie paarden mogen zich nu aanbieden voor het kampioenschap. Dit was het nummer 11, nu nummer 17. In deze reeks het nummer 21 is Lotte van het Monnikenhof. Proficiat aan de winnaar. Voor de reeks Mills,